Engelen met Harry. Ja, 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 hier zo hoor. Oh, oh ja! Oh, oh, ik zag hem gaan! Zag je hem? Ja, ik zag hem gaan. Misschien weer wat laat. Oh, shit. Joh, je zit te slapen. Zag je hem? Man. Zag je hem wel of niet? Ja, ik zag hem gaan, ja. Ja, ik heb er wel een. Oh, ja! Ja. Hemmes, nou, dit is goed. Dit is het bewijs dus, hè? Ja, hey. Ja, simpel. Denken we een bakje koffie, dadelijk? Ja, nee, we gaan koffie nemen. Hè? Ja. Zal ik even een beetje koffie inschenken? Ja, lekker. Hou mijn engel even vast, hè? Oh. Ja, 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 oh, ja, 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 echt, het was echt een dikke jongen. Hey, laat de koffie maar even staan. Toen laat de koffie maar staan, ik ga een haakje eraan zetten. Ja. Dus kijken met de koffie. Ja, dan zit ik met mijn koffie. Jij wou koffie, weet je wel. Ja, dan krijg ik op mijn zoon een bakje. Eerst een bakje. Jij wou koffie. Eerst een bakje. Hey, dat was een joekels. Dat was een joekels. Ja, ik zag hem. Oh. Nou, een halve dag tot een dag zit en je vangt niks. Maar ik kan me er niet voorstellen dat het rustgevend is. Kijk, deze met dobber weg, maar volgens mij komt dat gewoon door de wind. Ja. Oh nee, nee! Zit er een aan, zit er een aan. Hij is weg. Oh, 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 Willem. Kijk, je was te traag. Te traag? Ja, je bent te langzaam. Je moet boem. Te traag. Zeg maar gek is die. Ja. Ik word er nou toch niet goed van. Nee, ik wel. Dat jij die ene vis niet boven gehaald. Want... Hoe mag je het toch niet? Kijk, dat bedoel ik nou. Mensen raken gestrest van vissen. Zowel ze zeggen het is rustgevend. Je werkt te hard. Oh, 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 oh. Oh, Willem. Wat een ongelooflijk succes hier. Ik moet hem nu snel binnenhalen. Oh, ik... Ah, dan verlies ik hem. Ja, godverdorie, jongen, toe. Dan sta ik hem toch... Ja, daar word ik nou niet goed van. Daar word ik nou echt niet goed van. Hoe is het privé met je? Het gaat zijn gang, weet je. Maar wat denk je zelf dan? Ik bedoel, zal dat ongeluk altijd jou altijd achtervolgen? Ja, vergeten zal je het nooit. Hè? Huh? Vergeten zal je het nooit. Het ongeluk is van die aard geweest dat het niet. Dat het bij mij gewoon echt niet weggaat. Ik zal al, het zal waarschijnlijk wel heel rustig gaan slijten, maar je zal het altijd blijven herinneren. Altijd. Weet je? Ja hoor! Oh, ja! Zie je, ik zeg het nog niet. En hup. Ja. Weer niks gevangen. Ik bedoel, zo teleurstellend weer. Nou, maar wij. Nee, maar je moet heel veel geduld hebben met vissen. Ja. Heb je dat? Nou, ik wel. We zitten hier nou al een uur, man. En er gebeurt gewoon niks. Nou, dat is nog niet lang genoeg. Moeten we nog twee uurtjes zitten. Ja. Hoe lang moet dat ding nou staan? Die dobber? Ja. Er zit bijna ijs op, man. Maar waarom zit jij nou met jouw hengel over mijn hengel heen? Omdat ik denk dat daar de brasem komt. Ga jij nou gewoon daar liggen? Nee, maar als jij aanslaat, dan sla ik mee. Regel 1 van de wet van Wouters is... Bal in het doel schieten. Bal in het doel schieten. Sta je nou bij zo'n training? Handen op je rug? Ten eerste denk ik altijd, zal ik mijn handen op mijn rug doen of zal ik mijn handen over elkaar doen? Ik persoonlijk zou dit doen. Oké, dan zal ik dat. Het geeft volgens mij iets meer autoriteit. Ja? Ja, dit is meer van meester in de klas. Dit is meer... Dat doe ik wel op de rug. Ik moet je wel feliciteren, Dick, met je nieuwe koep. Vind je mooi? Ja, vind ik goed. Ik heb naar jou gekeken. Nee, dit is helemaal... Ja, eigenlijk wel. Ja. Scherp, hè? Kijk, dit is oké. Want vroeger had je het een beetje zo... Ja. Volgens mij zat het er heel nerveus zo overheen. Dit is goed. Oké. Okay. Je hebt je er gewoon bij neergelegd. Ik word kaal en klaar is Kees. Ja. Nou, dat is toch voor sommige mensen een probleem, hoor. Nu heb je er bij neergelegd van. Ik heb hem overgegeven. Nou, dat is goed. Huppakee. Die gaat er niet bij, vind je? Ja, nee, die gaat lekker terug zwemmen. Zo. Hoe heet die? Jonge Jans. Jonge Jans. Huppakee. En weg is hij. De dugout is de vergaderzaal geworden. Pak aan. Pak aan. Stropdasje voor. Koffertje mee. Koffertje mee. Telefoontje in de hand natuurlijk.
sigaretten zijn sigaartjes geworden. En platforms en denktanken. Zit je daarin? Hoe zit jij met je denktank? Til je ook over het weekend heen? Maar blijf jij wakker tijdens zo'n vergadering? Soms als het niet echt raakvlak... Hoor even, luister nou. Als het niet echt een raakvlak heeft met voetballen, dan zit ik wel eens wat onder druk te geven. Met alle herstructureringen. Weer zo'n woord? Nee. Nou, je pikt het jargon toch wel aardig op, vind ik. Heb je het in de gaten? Ja. Kijk, daar gaan we. Ja. Oh! Leo, schiet nou op! Die moeten we schieten. Schiet nou op met dat leven! Kom nou! Sta nou niet te muren! Kijk hier van, hé! Huppakee! Juist! Hoi, jai, jai! De pet! Dat is van de zenuw allemaal! Gewoon pure opwinding! Ik mag hem nu afhalen, begrijp je? Jij mag hem deze er ook afhalen!